wat zout op de frieten zijn. Friet met zout, dat is echt reuze fijn. Zeg maar eerlijk of u dat wil. Wilt u zout, geef dan een gil. Meneer, mag ik u ook nog zeggen, we hebben ook een groot assortiment van bijpassende sausen. Ja. Wat dank je. Welke sausen wil je? Andalusie. Kies maar mayonaise of Amerika. Of neem een zigeunersaus bij. Het kan ook netjes zijn, zeg je maar. Of verkies u toch tartaar. Mayonaise. We hebben ook een groot assortiment van bijbehorende vleesproducten. Wij hebben fishburgers, wij hebben hamburgers, wij zijn Limburgers. Zeg het maar. Kunnen jullie ook een boulet laten zwemmen in het vet? Dat kunnen wij. We hebben alles op het menu. Smijt die voor mij, maar in de frituus. Gepaneerde hagels rond. Het water komt al in mijn mond. Heeft u ook basketsloefjes in azijn? Mooi, ja, natuurlijk, het zal nog niet zijn. Een gefrituurde GSM. Wat ga je daar in frituurvet smijten? Oh, dat is toch lekker? Dat is gevraagd. En wij hebben ook een gepekelde presentatrice van de VDM. Met pikkels. Oh. We hebben ook een stoofpotje van Hits van Reggie. Een dikke frikandaal. Zoveel keus, wij raken verwacht. Dat snap ik. Frituurklant zijn is een studie apart. Geef de heren gewoon de hele smee. Alles voor de met daarbij een cito. De belangrijkste vraag. Eet u het hier op of neemt u graag uw bestelling mee naar huis? Pak maar in, het is voor thuis. Inpakken of wat? Inpakken. Oh, inpakken en weg. Ja.